Eigenlijk was het een soort vraag tussen wil je actief aan de goede kant zitten of een beetje in de middenmoot. En op mijn manier en een idee verzinnen en erop komen om een betere wereld te maken. En al die varianten heb ik aangedacht. En uiteindelijk kwam ik op het idee van waarom maken we niet gewoon een aardbol waar we alles kunnen bouwen wat we willen. En dat zijn de projecten op de globe geworden. Dus het was een basisidee en dat ben ik verder uit gaan werken. En dat is Pivot geworden. Heel informeel. Zoals je ziet, we zitten hier in een grote ruimte en iedereen gaat er door elkaar heen. Dat is heel leuk. We zitten met z'n allen tijd. Het is meer een soort community. Dus het is heel gezellig eigenlijk altijd met elkaar. En iedereen zet zich blind in om het tot een succes te maken. Belangrijk is eigenlijk dat het project duurzaam is bijvoorbeeld, dat het een concreet omschreven project is, maar dat je voor de player echt laat zien waar gaat mijn geld nou naartoe. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zien dat het werkt. Dus het maakt mij niet eens zozeer uit welk project dat is, want er zijn er zoveel die ontzettend leuk zijn en waarbij je zo goed kan zien als we dit vol krijgen moet je kijken wat er gaat gebeuren. Dus ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is voor Pivworld en ook voor players om te zien van samen kunnen we dat dus echt voor elkaar krijgen. Mijn achtergrond, ik heb psychologie gestudeerd en ik heb een jaar lang eigenlijk bij een non-profit een soort stage gelopen en op projectbasis gewerkt. Daarna een hele andere hoek ingegaan, als headhunter gewerkt bij een heel commercieel bedrijf. Heel veel ervaring opgedaan, maar ik miste de passie van mijn werk en wilde toch eigenlijk weer heel graag non-profit ontwikkelingssamenwerking in. Zodoende ben ik weer bij PIF, hier bij PIF terechtgekomen en het is helemaal fantastisch. Mijn ideale beeld is dat Pivworld echt het platform wordt op het gebied van online fundraising. Dat de hele wereld ons kent, dus dat we echt zeg maar een soort Facebook worden, maar dan voor de ontwikkelingssamenwerking. En dat er heel veel mooie projecten gerealiseerd worden door Pivworld. En echt van allerlei thema's, allerlei target groups, allerlei landen. Ja, dat we het grootste platform worden. Ik ben hier nu 5 maanden bezig als marketing- en communicatiemanager. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk players naar Pivworld.com te krijgen. Om te zorgen dat ze echt op die site actief aan de gang gaan. En dat ze ook gaan doneren op mijn favoriete project. En dat ze hun vrienden weer uitnodigen. Nou, ik ben eigenlijk via met Harm in contact gekomen. Ik was mijn eigen bedrijfje begonnen en dat was ook een online community. Maar toen hoorde ik van dit concept en toen vond ik het wel heel gaaf omdat je en iets op internet doet. En daar zoveel mensen bij elkaar kan krijgen om een positieve verandering teweeg te brengen. Ik begin meestal tussen 8:30 en 9:30. Dan start ik mijn computer op. Dan ga ik even kijken welke e-mails er nog open zijn en welke accounts ik nog moet mailen. Verder dan hebben we vaak een weekly, noemen we dat. Gaan we even met z'n allen zitten van hoe gaat het met de marketing, wat moet er nog allemaal gebeuren. Ook presentaties maken, nieuwe flyers maken. Wat ik heel graag wil is dat je een wereld wil hebt waar je gewoon kan zien waar wij allemaal als players een beter iets hebben gemaakt. Dus dat je echt direct een school ziet of een wildlife park of een turtle park of een mooi ziekenhuis, noem maar op. Ik werk op de marketing- en communicatieafdeling. Ik ben marketing officer, voornamelijk voor de offline. Omdat ik al een tijdje op zoek was om eigenlijk meer vanuit de commerciële hoek bezig te houden met goede doelen, met ontwikkelingsprojecten. Dus niet echt in een NGO
daar heb ik namelijk ook gewerkt. Ik heb internationaal recht gestudeerd, ik heb ook in de juridische tak gewerkt, maar ik wilde op een andere manier me bezighouden met het goede doen. En toen kwam ik Riffle tegen, jong, creatief, leuk, startend bedrijf, bestaat pas een jaar. Dus er komt van alles bij kijken en dat maakt het heel erg interessant. Omdat Pierre natuurlijk het nieuwe social network wordt waar mensen met hun vrienden en familie zich actief kunnen inzetten voor projecten wereldwijd. Ja, dan zijn wij een van de allergrootste social networks, zo zie ik het. En dan hebben we al meerdere projecten afgerond. Niet alleen de allergrootste, niet alleen de hele grote wildlife parks in Afrika, maar juist ook de kleintjes van een kinderschool in Kenia bijvoorbeeld. Dag. Doei.